Ik heb even een korte extra video omdat ik zie dat er deze ochtend um, nieuws naar buiten komt. Nieuws over Belastingbox 3 stelsel, iets wat natuurlijk super actueel is, waar ik ook een video over heb. Dus ik neem even in deze onhandige setting even een video op. Geluid is wat minder, beeld is wat minder, maar het gaat om de inhoud. Um, wat is er gebeurd? Um, nou, ze dus geven eigenlijk hier op nu.nl aan dat het kabinet al voor het aantreden een fixe tegenvallen te maken krijgt. De Hoge Raad oordeelt namelijk dat het huidige beleid van het belasten van vermogen niet door de beugel kan. Daardoor moeten waarschijnlijk veel belastingbetalers miljarden euro's in compensatie ontvangen. Waar gaat het over? Het gaat over de huidige box 3 heffing. Um, staat hier ook hier. Het gaat om de manier waarop uh, belasting wordt geheven in box 3, zoals over uh, rente op spaargeld, koerswinst. Uh, op aandelen of inkomsten uit woningverhuur. We hebben drie stelsels. Ik heb het al eerder uitgelegd. Het oude stelsel tot 2021, waarbij, uh, um, waarbij de Belastingdienst uitging van een fictieve verhouding tussen uh, spaargeld en beleggingen en een fictief rendement. Nou, daar hebben spaarders um, bezwaar tegen gemaakt. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd dat mag niet, want als je op dat moment spaarde met 0% uh, rente, moest je toch belasting betalen. Nou, nu heb je een andere groep, uh, of misschien zelfs dezelfde groep, weet ik eigenlijk niet, maar. Wederom is de, 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 de nieuwe regeling die we op dit moment hebben is weer voor de rechter gebracht waarvan mensen weer zeggen, nou dit is niet eerlijk, het huidige stelsel kijkt naar de verhouding tussen spaargeld en beleggingen. Dus dat is je daadwerkelijke verhouding, maar vervolgens naar het fictieve rendement en daarvan zegt ook de Hoge Raad opnieuw weer, dat is niet eerlijk want het kan zijn dat je geen rendement hebt gemaakt. Dus wat zie je dan zeggen een stukje verderop in het artikel? Um, 2021 uh, ja, was dus die uitspraak voor spaarders die belasting moesten betalen. Nou, er moest nieuwe wetgeving, nieuwe wetgeving komen. Dat gebeurde ook. Nieuwe beleid wordt fictieve rendement nauwkeuriger bepaald. Um, maar de ontevredenheid bleef bestaan, vooral onder de vastgoedeigenaren en beleggers in aandelen. Zij besloten ook tegen, de nieuwe, tegen het nieuwe beleid te procederen en met succes, bleek donderdag. Uh, dus dat is vandaag uh, is die uitspraak uh, geweest. Um, dit betekent dat het kabinet gedupeerde moet compenseren over de jaren dat ze te veel belasting hebben betaald. Ook moet een nieuw beleid komen waarop, uh, waarin vermogende belasting betalen over het werkelijke rendement. Nou, twee dingen hierover zijn belangrijk. Eén um, schreef aan dat je zelf moet aantonen dat je um, te veel belasting hebt betaald. Ze dus heeft de vraag hoe dat er dadelijk uit gaat zien, of dat makkelijk is of niet. Uh, het zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld over 2022 dan uh, je box 3 belasting terug zou krijgen omdat in 2022 de meeste van ons verlies hebben gemaakt. De beurs stond toen in het rood, daar hebben we wel belasting over betaald. Um, dus dat zou een beetje positief zijn. Maar ik denk eigenlijk over het algemeen dat dit een negatief bericht is. Het komt uh, positief over. Ik denk dat heel veel mensen dit met uh, uh, ja, positief ontvangen, laat ik het zo zeggen. Alleen dit zet natuurlijk wel meer druk op de nieuwe wetgeving die moet gaan komen. Ik maakte daar twee of drie weken geleden al een video over... Een ...nieuwe wetgeving die voor 2027 gepland staat. Nou, de vraag allemaal of dat gaat lukken, et cetera. Als dit betekent dat de belastingdienst of eigenlijk de overheid... ...heel veel belastinginkomsten gaat missen omdat de Hoge Raad deze uitspraak heeft gedaan... ...is het alleen maar belangrijker dat er zo snel mogelijk nieuwe wetgeving komt. Dat kan ook weer twee kanten op. Dat kan zijn dat het voorstel wat nu gedaan is versneld wordt ingevoerd. Dat zou negatief zijn, want dan betaal je gewoon een stuk meer belasting. Um, dat zou natuurlijk kunnen... Het is wel zo dat um, ze daarbij afhankelijk zijn van uitvoerders, van banken, van uh, brokers, cetera. Want die moeten goed gaan bijhouden wat jouw uh, ongerealiseerde rendement is. Oftewel, gewoon jouw rendementen voor het hele jaar. Ze moeten de inkomsten, sorry, de stortingen en de, de opnames moeten ze daarvan afhalen. Nou, de, dat is voor brokers en banken gewoon best wel wat werk om dat allemaal uh, te realiseren, om dat te kunnen berekenen en te kunnen rapporteren. Dus um, ja, het zou kunnen dat ze dat naar voren trekken. Dat zou negatief zijn. Wat natuurlijk ook zou kunnen is dat ze nu op zoek gaan naar een weer een andere manier, weer een andere oplossing die sneller ingevoerd kan worden, en dan is de vraag of dat dan positief of negatief uitpakt voor, um, voor ons als beleggers. Um, dus ja, lang verhaal kort is. Uh, het oude stelsel werd afgekeurd vanwege de spaarders. Is een tussenoplossing gekomen die we nu hebben. Die is wederom afgekeurd. Je betaalt nu belasting. Heb je te veel betaald? Moet je dat aantonen? Kun je je belasting waarschijnlijk terugkrijgen? Even kijken hoe dat in de praktijk eruit gaat zien. En voor de toekomst is het dus de vraag: wat gaat dit doen met het aankomende beleid? Gaat dit ervoor zorgen dat het een en ander in een stroomversnelling komt? Dat zou niet altijd even positief hoeven te zijn voor ons als beleggers. Hele korte video. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Uh, onder de video laat even weten wat daar je reacties zijn. Um, hoe jij tegen dit nieuws aankijkt. Um, ja, het is echt. Het is nu even kijken: vijf voor half uh, één. Het is om kwart voor twaalf, dus drie kwartier geleden, naar buiten gekomen. Dit is mijn eerste. Ja, reactie hierop hoe ik er naar kijk. Maar ik ben zeker ook benieuwd hoe de rest van jullie hier naar kijkt. Dus ja, mocht je hier iets over te melden hebben, laat het zeker even weten in de reacties. Dankjewel, en zie je snel bij een nieuwe video.